lieve vrienden, ik heb mijn schort alweer om. Ja, want ik heb ook, nou jullie hebben denk ik wel gezien, bij mijn bakker geweest, waar je dus de dunner kan halen, et cetera. Ik heb een broodje dinner, dat lekker, even daarvan genieten. Ja, en ik heb mijn oude schort nog om. Ik heb ook nieuwe schorten gekocht bij Zeeman en ik ben bij de Libra geweest. Nou ja, ik ben bij CNA geweest, dat hebben jullie allemaal gezien. Dus ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Ook heb ik folders rondgebracht, dus hier en daar bij een deur gestopt. Dat hebben jullie ook al gemerkt. En het was koud. Later kwam het zonnetje er wat meer erbij, maar dat hij er nog eventjes wegbleef, vond ik het maar bar koud. En daardoor heb ik het nou ook koud. En ik zit te appen met iemand die ik totaal niet kan. Die had die folder gevonden en die wil erbij horen. Nou prima, hartstikke fijn. Kan niet beter. Ja toch? Ik hoop dat ik er meer mag krijgen. Oké, lieve vrienden, geniet van alles. Ik ga genieten van mijn broodje dunner. Met een bakje koffie erbij. Nee, geen wijn om deze tijd van de dag. Nee, neem ik vanavond wel. Ja hoor, ze zeggen laters. Nou, helaas moet ik weer even weg. Ik moet terug naar de Vibra, want dat topje wat ik gekocht had, is mijlen te groot. Nou, en dan zeg ik je, het was wel mijn maat, maar het is me te groot. Dus fabrieksfout denk ik, dus ik ga ermee terug. En ik hoop dat die andere er nog hangt, dan neem ik die mee. En die moet me dan wel passen. Maar dat komt goed. Ik zou zeggen, tot straks. Doei doei. Nou, ik heb een nieuwe truitje aan. Ik vind hem helemaal geweldig. Hij was dus te groot. Die heb ik net geruild, dus ik ben ook alweer thuis. Ja, ik kan wel snel. Ja hoor, binnen het kwartier heen en terug. Zo dichtbij. Wie doet je wat? Ik heb ook bij de Sena nog een tuniekjurkje gekocht. Nou, die show ik wel wanneer ik daar ook een legging bij aan heb die erbij past. Ik heb nou bruin aan en dat past niet bij spijkerstof, nee. Maar in ieder geval, ik vind dit ook wel heel erg leuk. Ja, is het wat anders? Toch een ander kleurtje. Maar oké, het komt allemaal goed. Ik ga weer verder aan de gang hier ook, want het is een puinhoop momenteel. Ja, eventjes opruimen. Ik had nog meer boodschappen. Ik heb aluminiumfolie gehaald en huishoudfolie. Dus ja, dat moet ik ook nog opruimen. Dus, en Ewen die jankt, die wil wat hebben. Dus ja, druk. Ik zou zeggen, tot straks.